Het Flexbohuis is ontstaan als experiment om te kijken hoe je leegstand in kan zetten. Dat het een toevoeging is voor de openbare ruimte in plaats van een gat. Maar het Flexbohuis is daarna veel meer geworden dan alleen dat. Het is een rijtjeshuis en het is flexibel van inzet. En een van de doelen is communicatie met de mensen op straat via het raam. En zo kan er een werk achter het raam groeien in vele weken. Maar kan je ook de voorbijganger verrassen door daar iets te plaatsen. Wat ik heel tof vind aan het Flexbohuis is dat het een laagdrempelige manier is om met kunst in aanraking te komen. Door daar zo mee bezig te zijn ontstonden de ideeën. Hoe we het konden benutten is een samenwerking met andere kunstenaars uit de stad om hen een podium te kunnen bieden. En kwamen er eigenlijk alleen maar meer ideeën bij om projecten te doen zelf en met anderen. Het huis was uitgewoond. We hebben het helemaal opgeknapt. Er was een plek om te kunnen overnachten. Dus als artist in residence kon het ook dienen. Het was ook een informele plek om elkaar te ontmoeten. Op die manier had het een functie voor de buurt. En een samenwerking met de school die daarnaast zat. En hun ook de mogelijkheid geven om zich op een andere manier te presenteren. Er kwamen veel verschillende reacties op de raamexposities. Het was heel leuk om te horen van de leerlingen dat zij zich heel erg gezien voelden doordat wij hun werk museaal presenteerden in dat raam. En ook uit de buurt hebben we veel reacties gekregen, zoals briefjes door de brievenbus van mensen die vertelden hoe leuk ze het vonden als ze steeds voorbij kwamen lopen. Het huis heeft 120 jaar gestaan, dus dat is 120 jaar aan verhalen. Nou, dat spreekt mij enorm tot de verbeelding. En voor mezelf mis ik het Flexbohuis omdat het toch een plek was om en thuis te komen, maar ook een plek, een soort speeltuin waar alles kon en mocht ontstaan. Heel veel ruimte voor spontaniteit, waar ik andere mensen ontmoette. Warme herinneringen aan de vele kampvuurtjes in de tuin. Het was een soort smeltkroes waar verschillende ideeën en initiatieven en creativiteit samenkwamen. Ik denk wel dat er gewoon veel kansen liggen om, en er ook wel behoefte aan is om die dingen met elkaar te verbinden en om juist panden die gewoon die tijdelijkheid van leegstand op een positieve manier te benutten. Nou, zo wordt het dus eigenlijk een soort win-win-win situatie voor de buurt, de kunstenaars en de stad. Dus in die zin is het zeker geslaagd om in een tijd van leegstand juist waarde toe te voegen. Inmiddels is het Flexbohuis gesloopt. En nou ja, dat biedt weer kansen om dit experiment op andere plekken voor te zetten.